We gaan naar een diefstal van make-up bij een filiaal van het Kruidvat in Rijswijk. Nou, het gaat om heel veel make-up. Er is voor ruim 1800 euro meegenomen door een vrouw en twee mannen. Hier komen de vrouwen en de mannen binnen. En ze hebben geen van drie een tas bij zich om een buiten in te doen. Maar ze zijn beter voorbereid dan dat wij nu denken. Ze zoeken een leeg gangpad op om een tas tevoorschijn te toveren als het ware. Want er komt een geprepareerde tas van onder het shirt van de vrouw. En dan ook nog vanaf haar rug. Nou, vakkundig maakt ze die tas gereed om er veel spullen in kwijt te kunnen. En dan gaan ze alle drie in positie. De vrouw en de jonge man die lopen naar de make-up. En de wat oudere man die blijft op de uitkijk en leidt de winkelmedewerksters af waar nodig is. En die vrouw ja, die is voortvarend en kennelijk bedreven in dit soort diefstallen. Want ze haalt in no time een heel schap leeg. Alles gaat in die speciale tas, zodat het alarm straks niet afgaat. En ja, daar gaan ze. Wie zijn toch deze dieven of waar verblijven ze? De politie hoort dat heel graag via een van de tipnummers.